dood. Slechts 3 jaar in de spotlight. Honderden die genezen werden. Duizenden die te eten kregen. Miljoenen die over hem hoorden. De leiders wilden van hem af. Mijn koninkrijk is niet van hier. Als u die man vrijlaat, bent u geen vriend van de keizer. Volgens mij heeft hij geen misdaad begaan. Uit angst voor opstand stemde Pilatus in. Hier is uw koning. Verraden door zijn beste vriend. Vervolgd door zijn eigen landgenoten. Gekruisigd door vreemde handen. Het was afgelopen. Jezus was dood. Ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Jezus zien we de liefde van God voor ons. Wij wilden niets met God te maken hebben. Wij liepen weg bij het eeuwige leven. God sluit de deur niet. Maar hij zet hem wagenwijd open. Na 3 dagen stond Jezus op uit de dood. De dood heeft zijn macht verloren. Wie gelooft in Jezus zal eeuwig leven. Nu is het aan jou. Jouw zonde werd zijn zonde.
Jouw straf werd zijn straf. Jouw dood werd zijn dood. Zodat zijn leven ook jouw leven kon worden. En jij kind van God kan worden. Dit is het licht dat in de wereld schijnt. De keuze is nu aan jou wat je ermee doet. Ga je leven in het licht. Of blijf je je verstoppen. En je ren je weg van het eeuwige leven. De keuze is aan jou. De weg. De waarheid. Het leven. Don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you. Don't you worry.
Kijk, wacht, als je nou gevoel hebt. Moet je dan opdoen of zo? Je moet op spatie drukken. Mogen we? Ja. Oh, ik heb mijn hart. Ja. Het ziet er echt uit alsof het in de winter is. Dit gaat over Jezus, toch? Ik, ja. Dacht al. Dood. Niet zo gemeen doen. Ja, ik vind een beetje apart waarom ze me altijd oppakken en zo. Dat doet toch niks, ik praat gewoon met de mens. Het is wel mooi hoe ze zeg maar samen het verhaal vertellen. Ja. Ja, en ook gewoon die overgangen. Ja. Die overgangen zijn ook heel mooi. Allemaal bloed. Is dat bloed? Ja, volgens mij wel. Dat is toch een berg of zo? Nee, dat was een steen. Oh. Wist ik wel. Oh, dat is die steen. Oh, dat ziet er vet cool uit. Volgens mij is dat die steen dan weggerold wordt of zo. Ja, die steen rolt voor het graf. Is dat een doek waar die heeft gelegen? Nee, zo'n, ja, een mummie of zo. Toch? Die inzakt? Geen idee. Oh, daar is hij. En het is leeg. Dat ziet er vet cool uit. Ja. Echt zo mooi. Oh ja, nu staat hij weer op of zo. Mm-hmm. En daar zit hij gewoon levend. Bam, opgestaan. Het was heel intens. De weg. Die wolken. De waarheid. Dat is zo cool. Ja. Ik heb er gewoon kippenvel van die muziek. Ja. Kunnen jullie kort uitleggen wat Pasen is? Dat hij aan het kruis hing, misschien. Dat Jezus is opgestaan uit de dood en onze zonde heeft verlost. Ja, dat hij begraven is en daarna weer is opgestaan. En dat hij gestorven is voor onze zonde. Nou, hij is natuurlijk gekruisigd voor onze dood. Toen was het graf weer opengegaan en toen was hij opgestaan uit de dood. En dat vieren we met Pasen. Hij heeft laten zien dat hij om de mensheid gaf. En daardoor is hij voor ons gestorven, volgens mij. Waarom moest Jezus aan het kruis? Ik wist het wel, maar het uitgeven. Omdat hij iets had gedaan wat niet mocht. Omdat hij zich opgaf voor de andere mensen die foute dingen hadden gedaan. Hij wil alle zonden van alle mensen wil hij op zich nemen. En daarom wil hij ons daarmee bevrijden. Om te sterven voor ons zonde. Oh. Hij had niks fout gedaan. En dan word je gestraft. Oh. Hij ging toch aan het kruis voor ons eigenlijk, voor iedereen? Hij is eigenlijk gestorven voor ons vanwege onze zonde, denk ik. Wat vind je ervan dat Jezus in jouw plaats is gestorven? Best wel mooi. Best wel heftig. Ja, raar. Ja, het is heel raar. Dat vind ik niet terecht. Hij geeft zijn leven een beetje op voor jou, zeg maar, dat jij... Iedereen. Ja, iedereen heeft dezelfde rechten, dus ik snap dan niet dat één iemand moet opdraaien voor, zeg maar... Voor jou. Ja. Maar is het dan ook wel goed als jij iets fout hebt gedaan en hij alles goed en hij wordt ervoor gestraft? Ik zou het zelf niet kunnen, dat weet ik wel. Door te sterven laat hij mensen leven. Dat is raar. Ja. Je kan niet iemand anders laten boeten voor jouw schuld. Dat is gewoon oneerlijk. Ik heb die kroon gezien van hem. Die spikes kroon. Nou, die wil ik echt niet omhoog geduwd hebben. Ja, wel dat hij zijn leven heeft opgegeven. Voor jou. Ja. Dat jij er mag zijn. Ja, ik vind het wel mooi. Want ik bedoel, wij doen dingen fout. En Jezus die neemt het voor ons op. Die doet het zelf, zeg maar. Die neemt het zeg maar op zich. Ja. En wat doet het met jou dat je denkt van dat had ik eigenlijk moeten doen en Jezus heeft het voor mij gedaan? Nou, ik zou hem heel dankbaar zijn. Ik zou hem respecteren voor mijn leven. Dan zou ik me schuldig voelen en dan zou ik daar niet zo goed mee kunnen omgaan, denk ik. Ik zou daar echt heel lang in zitten, denk ik. Ja. Ik zou het heel raar vinden. Ja, het is heel raar, want je verwacht het niet. Dat betekent wel dat... Dat je naar hem op kan kijken van, die man heeft gewoon zijn eigen leven gegeven voor ons, allemaal. En al die pijn heeft hij doorstaan. Als dat mij zou gebeuren, zou ik echt denken van, oké, wat moet ik hiermee? Hoe moet ik hem bedanken? Het is echt iets waarvan je dan heel erg naar gaat denken. Het is echt heel raar als je erover na moet denken wel.
ik echt over nagedacht. Dus van, ik ben er wel iemand niet is stil misschien van. Wel voor jou gestorven. Ja, ja, ja. Dat is heel raar. Doet hij dit gewoon omdat hij echt gewoon iets goeds heeft in zich? Of wil hij later weer wat van je? Ja. Wat zou hij van ons terug willen? Heel veel liefde. Onze vader zijn. Wij zijn kind. En als hij dus de zonde weggewerkt heeft, betekent dat wij weer contact kunnen maken met God. Want als diegene zegt, ik wil niet dat je je schuldig voelt, maar ik wil dat je mijn kind wordt. Nou, dan zou ik proberen het beste ervan te maken. Ik denk dat het schuldgevoel nooit weg kan gaan, want de persoon is natuurlijk wel, heeft zich opgeofferd voor jou. Maar ja, het beste ervan maken. Is hij ook dood gebleven? Nee. Nee. Een soort happy end. Ja. Ja. Wat nou als Jezus er alles voor over had, zodat wij een relatie met God konden hebben? En wij wijzen dat af. Ik denk dat God dan niet heel erg blij is. Ik denk dat God dan wel boos is. En wel wat anders zal gaan doen dan met ons. Ja. Ik denk dat we dan wel worden gestraft. Ja, gewoon gestraft. Ja. Ja, ik denk het wel. Ik bedoel, als jij niet aanvaardt dat iemand jou kan geven, dan ga je sowieso niet al te blij reageren, denk ik. Ja, of hij respecteert het wel. Ja, maar dan... Als hij zoveel voor jou doet, of ja, je neemt het niet ja aan, en slaat het af, dan denk ik wel dat. Ik denk ook niet dat iedereen er echt bij stilstaat. Pas als je er echt over, ja, over gaat praten niet en dat soort vragen stelt aan elkaar. Jij bent niet gelovig. Ik ben niet gelovig. Nee, ik ben goed, maar als je er echt... Ja. Dan sta je er een keer bij ik stil. Ik ben gedoopt, maar dat is het ook. En dan sta je er weer stil en dan weet je van, het is een bijzonder idee. I'm gone.